klok wordt mede mogelijk gemaakt door Giraf.nl. Je complete outfit in 3 lengtes. Quincy Promes moet de cel in voor een steekincident. En hij wordt ook nog eens vervolgd voor cocaïnehandel. Je ziet eigenlijk zelden dat een bekende voetballer zo strafrechtelijk in de problemen is gekomen als meneer Promes. En verder vandaag. Daken vol met zonnepanelen, dat kan het blussen van een woningbrand flink bemoeilijken. Excuses van het kabinet aan verzetsheld en activist Anton de Kom. En kunstmatige intelligentie is het nieuwe goud van San Francisco. Dit is het RTL Nieuws van maandag 19 juni. Goedenavond. Een forse celstraf voor profvoetballer Quincy Promes. De oud-international en oud-speler van Ajax moet 1,5 jaar de cel in voor het neersteken van zijn neef. En er is een kans dat het daar niet bij blijft. Want Promes wordt ook nog vervolgd voor de invoer van 2 grote partijen cocaïne. Ja, toch is het maar de vraag of hij ook echt de cel in gaat. Promes voetbalt in Rusland en is niet van plan naar Nederland te komen. Dit verhaal begint 3 jaar geleden, tijdens de verjaardag van de broer van Promes. Een avond die niet feestelijk eindigt. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij op een familiefeest, te midden van veel omstanders, doelbewust Esaias heeft neergestoken. Promes was zelf vandaag niet aanwezig in de rechtszaal. Hij zit in Rusland. Hij voetbalt bij Spartak Moskou. Zijn neef, het slachtoffer, was er wel. Wat kan hij wel en wat kan hij niet met zijn been? Hij is nog steeds herstellende. Kijk, een fysieke verwonding als wat hij heeft aan zijn been, dat op een gegeven moment gaat dat steeds beter. Hij kan nog steeds niet zijn werk uitoefenen. Hij is klusjesman. Hij legt onder andere bijvoorbeeld vloeren. Met name de PTSS heeft ertoe geleid dat hij echt niet uit zijn handen krijgt. Letterlijk en figuurlijk. De familieruzie ging over de diefstal van sieraden van een tante. Promes zegt dat het iemand anders was die zijn neef stak, maar het bewijs klinkt anders. Uit de tapgesprekken volgt dat hij zelfs trots was op wat hij had gedaan. In een telefoongesprek met zijn tante bijvoorbeeld noemde hij zich een soldatenneefje en sprak hij over zichzelf als iemand die de eer van de familie had hersteld. En dus hoorde de internationaal gevierde voetballer vandaag zijn straf. 1,5 jaar cel, onvoorwaardelijk. U heeft uw cliënt zojuist gesproken. Wat zegt hij hiervan? Nou, mijn cliënt ontkent de betrokkenheid bij de feiten en hij heeft ons gevraagd om hoger beroep aan te tekenen. Deze mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een ander onderzoek. Hij wordt namelijk ook vervolgd voor de handel in drugs. Volgens de OM heeft Promes een sturende rol bij de smokkel van cocaïne naar de haven van Antwerpen. En wordt vervolgd voor de invoer van ruim 1300 kilo kook. Je ziet eigenlijk zelden dat een bekende voetballer zo strafrechtelijk in de problemen is gekomen als meneer Promes. Maar in de cel zit hij voorlopig niet. Rusland levert op dit moment geen mensen uit aan Nederland. Reizen wordt wel lastig. Ik begrijp dat hij ook gesignaleerd staat internationaal. Dus dan wordt het heel lastig voor hem om nog buiten Rusland ergens te komen zonder dat hij de kans loopt dan gearresteerd te worden. Zijn club, Spartak Moskou, zou proberen een Russisch paspoort voor hem te regelen. Als dat lukt, is de kans nog kleiner dat Promes ooit het voetbalveld verruilt voor een cel. De brand gisteren in een rij woning in Arnhem is begonnen in de keuken. Dat zegt de brandweer. 8 woningen zijn zo beschadigd geraakt dat de bewoners elders zijn ondergebracht. Bewoners van andere getroffen huizen konden vandaag wel weer naar huis. Maar niet iedereen wil dat. Bang dat er ook bij hen brand ontstaat. De Van Spijkstraat in Arnhem vandaag. 4 woningen zijn zo erg beschadigd geraakt dat ze zijn gesloopt. En er zijn nog veel vragen over de brand. Over de oorzaak, maar ook over de veiligheid van de omliggende woningen die dezelfde constructie hebben. Bewoners zijn bang. Je gaat toch kijken, heb ik alles uit? Er fikt nergens iets. Als je gaat roken, kijk je wel 2 keer of de sigaret uit. Dus je wordt er gewoon bang van. Op een informatiebijeenkomst met bewoners, brandweer en woningcorporatie lopen de emoties flink op. Tegen corporatie Portaal zeggen de bewoners: die sturen al mensen weer terug in die andere woning, dezelfde constructie hebben. Hoe dan? Hoe kunnen jullie zoiets doen? Portaal begrijpt de zorgen. Gegeven wat er gebeurt, het is natuurlijk een enorm heftige gebeurtenis. Het is ook heel logisch dat er enorme onzekerheid is over de veiligheid van deze bewoners. Maar, zegt de corporatie, er is geen aanwijzing dat er met de omliggende woningen iets mis is. Ja, het duurde ongeveer 11 uur voordat die brand onder controle was. En volgens de brandweer werd het blussen bemoeilijkt doordat de daken volledig bedekt waren met zonnepanelen. Brandexperts wijzen vandaag opnieuw op de gevaren daarvan. Je ziet hier op een gegeven moment dat het dak volledig is volgelegd met panelen. Van het eerste huis tot en met het laatste huis in het rijtje.
waardoor die brand eigenlijk niet onderbroken wordt door een ruimte tussen die panelen. Dat is het eerste probleem met deze dakconstructie. En het tweede probleem is dat het water niet bij de vlammen, niet bij de brand komt. Omdat die vlammen en brand die zitten onder de panelen en daar krijg je het water niet. De risico's zijn te verkleinen door zogeheten stoplijnen in te bouwen. Dat zijn ruimtes tussen de zonnepanelen, zodat het vuur niet kan doorwoekeren. Bij deze daken zijn de zonnepanelen van het ene huis op een mooie afstand gelegd van het andere huis. Dit is veiliger, maar het scheelt per woning al snel 3 panelen. En dat betekent ook minder inkomsten. De sociale huurwoningen hier in Arnhem zijn 7 jaar geleden gerenoveerd. Het dak is sindsdien feitelijk 1 groot zonnepaneel. Volgens woningcorporatieportaal was dat nodig om voldoende energie op te wekken voor alle apparatuur in huis. Ik denk dat dit zeker iets is waar we ons druk over moeten maken. Want dit renoveren van woningen met energietransitie op deze wijze is een zeer populair concept bij woningstichtingen of in ieder geval bij eigenaren van grote aantallen woningen. Wat we gisteren in Arnhem hebben gezien kan zich ook op andere plekken in Nederland voordoen? Ja, dat is prima mogelijk. Je ziet ook op andere plekken in Nederland dat hele daken volgelegd worden zonder dit soort stoplijnen, waardoor die brand zich kan blijven voortplanten over andere woningen en naar andere percelen. Strenge regels voor het aantal dakpanelen zijn er niet. Nee, je mag een dak wat doorgaat over meerdere woningen mag je inderdaad helemaal volleggen met zonnepanelen. Daar zijn geen restricties aan. Nou, ik vind het onverantwoord. Bewoners, de buurt, die worden in onveiligheid gebracht. En de brandweer wordt voor een schier onmogelijke opgave geplaatst om deze brand te beheersen. Volgens deze deskundige is het de hoogste tijd om de regels aan te scherpen. De Nederlandse regering heeft excuses aangeboden aan de familieleden van de Surinaamse verzetsheld, activist en schrijver Anton de Kom. 2 kinderen van de Kom is vanmiddag in Den Haag een officiële excuusbrief overhandigd. Ze zijn allebei al boven de 90, Judith en Ad de Kom, de kinderen van Anton de Kom. Bijna 80 jaar na het overlijden van hun vader is er vandaag eindelijk eerherstel. Dit is de brief die aan hem gericht is. Ja. Vanwege hun leeftijd geven ze geen interviews. Nee. Maar ze zijn tevreden met de excuses in de brief. Ja, ik ben hier heel trots en blij over. Vooral om mijn leeftijd dat ze nog kan meemaken. Anton de Kom was een schrijver en activist in Suriname. Hij schrijft over de koloniale macht, over de slavernij. Maar hij wordt door de Nederlandse autoriteiten opgesloten en weggestuurd. Toen is hij uiteindelijk zonder pardon op de boot gezet. Dus hij is gewoon verbannen uit Suriname terug naar Nederland. Hij werd gezien als een gevaar, terwijl hij eigenlijk niks anders deed dan het onrecht registreren en aan de kaak stellen. Hier in Nederland wordt de Kom in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Maar hij wordt verraden, gearresteerd door de Duitsers en sterft in een kamp. Anton de Kom is al jaren een held in Suriname, maar krijgt nu pas eerherstel van de Nederlandse regering. Het is uiteindelijk wel heel laat, maar het is wel heel goed dat het gebeurt. Dat deze excuusbrief erg laat komt, erkent ook minister Hoekstra. Dit had wat mij betreft veel eerder moeten gebeuren. En we hebben dit veel te lang niet gezien, of misschien moet je zeggen niet willen zien. Want hij heeft zich zijn hele leven in Suriname, maar ook in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, ingespannen voor vrijheid, gelijkheid en medemenselijkheid. En uiteindelijk heeft hij dat met de dood moeten bekopen. Er wordt geen geld overgemaakt naar de familie, maar wel betaalt het ministerie een leerstoel. Een plek voor een hoogleraar over het gedachtegoed van Anton de Kom. Het leven wordt ook de komende jaren nog flink duurder. Dit en volgend jaar zullen de prijzen gemiddeld rond de 4% stijgen, denkt de Nederlandse Bank. Daarmee is de inflatie weliswaar een stuk minder dan de 11,6% van vorig jaar. Maar pas in 2025 komt die weer in de buurt van het normale niveau van 2%. Een zakelijke handdruk tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. De 2 grootmachten hadden vandaag een zeldzame topontmoeting. De spanningen tussen de VS en China zijn inmiddels hoog opgelopen. Beide landen zeggen nu dat hun concurrentie en meningsverschillen mogen bestaan, maar dat deze niet verder tot escalatie mogen leiden. Na de ramp met de stuwdam in Oekraïne, nu bijna 2 weken geleden, zakt het water inmiddels weer in het getroffen overstromingsgebied. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet weg. De achterblijvers zijn vaak ouderen en aangewezen op zichzelf.
Zo ook in Pavlo Marianivka. Correspondent Jeroen Akkermans ging terug naar die plek en ziet hoe de hulp na de dambreuk nauwelijks op gang komt. De akkers van Vadim zijn net gezaaid als het water komt opzetten. Maar moet je nu eens kijken. Здесь был красивый ячмень. Красивый, высокий, живой ячмень. Там куски были семечка. De overstroming heeft zijn landerij en zijn huis verwoest. Het water is tot diep in het dorp gestroomd. Alles is kopje onder gegaan. Een week geleden nog maar roeide ik hier door de dorpsstraat. Het water stond ongeveer zo hoog. Maar zo snel als het water kwam, is het ook weer verdwenen. Want het water zakte snel terug naar de lager gelegen oevers van de rivier. Het dorp en de gewassen achterlatend onder een dikke, rottende drap. De modder dringt door tot in alle uithoeken van het dorp. Bewoners hebben de huisraad inmiddels buiten te drogen gezet. Maar binnen is het overal nog steeds een puinhoop. Унитаз, ванна, бойлер, электрокотел. Нам, особливо людям похилого віку, таких возрасті, то нам буде важко. Це все. Ну, ми надіємося, що ми будемо жити в своєму будинку. Buiten breidt de milieuramp zich snel uit. Een vernietigende hoeveelheid vuil stroomt tot in de Zwarte Zee bij Odessa. Een plek waar bewoners graag verkoeling zoeken. Het afval van huisraad en natuur heeft honderden kilometers afgelegd. Elke dag wordt het strand schoongemaakt. Холодильник приплыл, двери приплыли, собака дохлая приплыла. Что еще он рассказал? Олень. Verschrikkelijk, maar boer Vadim geeft de moed niet op. Я вам скажу, що прийде время, ви приїдете в гості, а у нас буде урожай. Okay. Hij wil zo snel mogelijk zaaien. Vadim ziet geen andere keus. Want zonder oogst kan hij de hoge schulden niet afbetalen. Hij hoopt op een wonder. Hevig noodweer in Frankrijk. Vooral in Normandië en de regio rond Parijs. Mini-tornado's en rukwinden van boven de 100 km per uur hebben daar voor grote problemen gezorgd. 15.000 huizen zitten zonder stroom en er is flinke schade. Angstige momenten voor de aanwezigen bij een voetbaltoernooi in het Normandische Motteville gistermiddag. Stukje verderop een buitenfeest in Bernay. Sommigen proberen de tenten nog vast te houden, anderen rennen naar een veiliger plek. Mini-tornado's die opeens komen opzetten. Hevige regenval die op sommige plaatsen het verkeer hindert. In de havenstad Dieppe staan zelfs de straten helemaal onder. En tot in Parijs hebben ze natte voeten. Voor de dégâts, déjà, vous voyez bien la toiture là, qui a été rebâchée. Parce que tout est parti, donc tout a plein d'infiltration d'eau à l'intérieur. Qui fut courte mais intense. Ça a duré environ maximum une minute, quoi. En er wordt nog meer noodweer verwacht. De Russische oppositieleider Alexei Navalny staat opnieuw voor de rechter. Daar hangt hem nog eens 30 jaar strafkamp boven het hoofd. Onder meer voor extremisme en nazisme. Navalny is een fel tegenstander van president Poetin en werd bij eerdere dubieuze processen al veroordeeld tot 11,5 jaar. Journalisten mogen deze rechtszaak alleen via een videoverbinding volgen. Een onderzeeër waarmee toeristen voor veel geld het wrak van de Titanic kunnen bekijken, wordt vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. Er is een grote zoekactie gestart. Het beroemde wrak van de Titanic ligt op bijna 4000 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Het destijds grootste passagiersschip ter wereld botste in 1912 tijdens een eerste reis op een ijsberg en zonk. 1500 opvarenden kwamen om. Ridouan Taghi wacht nog altijd op een nieuwe advocaat. Dat blijkt vandaag bij een zitting van het Marengo-proces, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Sinds de arrestatie van zijn advocaat Ines Wesky wordt wel gewerkt aan een nieuw verdedigingsteam. Maar voorlopig moet Taghi zichzelf verdedigen.
Het streng beveiligde Marengo-proces gaat vandaag verder zonder fysieke aanwezigheid van Ridouan Taghi. Taghi blijft liever in de gevangenis, de EBI in Vught. We hebben een videoverbinding met u vanuit de EBI. Dat had uw voorkeur boven een zitting waar u voor naar de bunker vervoerd zou moeten worden. Vanuit de EBI voert Taghi zijn eigen verdediging. Zijn voormalige advocaat Ines Wesky werd eind april opgepakt op verdenking van het doorsluizen van criminele boodschappen. Dat gebeurde eerder ook met een andere advocaat van Taghi, zijn neef Youssef. Het verdedigen van zware criminelen kan linkersoep zijn, zo waarschuwt advocaat Sanne Schuurman. Ga maar gelijk even zitten, als je wil. Namens de Orde van Advocaten geeft Schuurman cursussen aan mede-advocaten via rollenspellen. En dan kan ik je verzekeren dat jouw kantoor en je gezichtje er niet zo mooi uitzien als dat ze er nu uitzien. 41% van de advocaten heeft wel eens te maken gekregen met verbale agressie, 34% met intimidatie en 18% zelfs met bedreiging. Ook als ervaren advocaat kan je in de problemen komen. En wij zeggen altijd van het is geen film, het is echt, hè? De les die Schuurman geeft, zorg voor je eigen veiligheid en werk nooit mee aan criminele activiteiten. Als je één keer meegaat in die druk, op wat voor moment dan ook, ja, dan zullen ze je onder druk blijven zetten, omdat het namelijk gewerkt heeft. In het Marengo-proces maakte eerder deze maand advocaat Michael Ruppetti bekend bezig te zijn een nieuw verdedigingsteam voor Taghi samen te stellen. Maar bij de rechtbank heeft zich nog geen nieuwe advocaat gemeld. Ruppetti laat telefonisch aan RTL Nieuws weten dat hij meer tijd nodig heeft om de verdediging van Ridouan Taghi voor te bereiden in het grote, ingewikkelde Marengo-proces. Vandaar dat Taghi op dit moment nog niet door een advocaat wordt bijgestaan. Meneer Taghi, we gaan de zitting onderbreken. Op 14 juli is de volgende zitting, met of zonder een nieuwe advocaat voor Taghi. De opkomst van kunstmatige intelligentie, oftewel AI, zet het Amerikaanse San Francisco opnieuw op de kaart als een van de belangrijkste techregio's in de wereld. Silicon Valley pompt miljarden in bedrijven die zelfdenkende systemen ontwikkelen. En dat trekt techneuten van over de hele wereld. Heb je een gouden idee op het gebied van AI? In San Francisco kun je het waarmaken. It's not an exaggeration to say that history is being written right now. Ze moesten erbij zijn. Daarom verhuisden Victor en Diego vanuit Spanje naar San Francisco. What we want to do is to make artificial intelligence usable for creative people. And San Francisco is a perfect place to do that. That's why we're here. That's why we are like, hey mom, I love you, I miss you, but I need to be here. Echt San Francisco meemaken, van de parken genieten bijvoorbeeld, dat zit er niet in voor de 26-jarige studievrienden. Ze sleutelen 14 uur per dag aan een AI-programma voor grafisch ontwerpers, hun eerste eigen bedrijf. We've been here since November last year. En how it has been intense, for sure. Want terwijl ze nog aan het ontwikkelen zijn, worden ze platgebeld door investeerders. There's a lot of money that wants to be deployed into generative AI. People know that, and the money is here in SF. Die wereldwijde aandacht zorgt voor meer tech-talent dat hier naartoe komt en meer investeringen. Tech-ondernemer Michiel Raus werkt al 7 jaar met kunstmatige intelligentie. We hebben ondertussen 32 miljoen mensen die betaald toegang hebben tot de service. Met contracten met zorgverzekeraars of zorggroepen. Zijn dienst, CAS, praat met mensen die geestelijke gezondheidsproblemen ervaren. Ja, ik krijg je net het bericht. How has your day been so far? Advies, therapie en als het nodig is een verwijzing naar een psycholoog. Mensen die midden in de nacht veel stress hebben en niet kunnen slapen, stuur het even een sms'je en dan krijg je gelijk hulp en word je gelijk ondersteund. Michiel merkt dat het grote publiek gefascineerd is door de denkende algoritmes. Toen ik begon met mijn bedrijf, toen zei iedereen van dat gaat nooit werken. Je kan een robot niet over emoties laten praten. En nu is het echt het omgekeerde. Iedereen heeft het over zelfdenkende computerprogramma's en San Francisco is de kraamkamer. En dan gaan we naar het weer met Nicolien Kroon. Ja, zo zonnig als dat in Californië was, was het vandaag bij ons ook. Strak blauw lucht. Al begon de dag vandaag een beetje grijs. Inmiddels is het helemaal helder en blauw. Maar er zit ander weer aan te komen. En als we naar de radar kijken, zien we dat die grotendeels leeg is. Maar in het uiterste zuiden zien we af en toe al een klein beetje oppoppen. Dat zijn die buien die ook in Frankrijk gevallen zijn. Die komen onze kant op. En hoe dat allemaal gaat aflopen, dat vertel ik zo meteen. Oké, Nicolien. We hebben ze nodig ook, geloof ik, hè, die buien. Nee.
Dankjewel. Tot zover deze uitzending. Rond 11:30 zijn we weer met het late nieuws naar Jinek. En online vind je nu een verhaal over kromme vingers. 1 op de 10 Nederlanders krijgt ermee te maken. Ja, dat komt door de Neandertalers. Nou, dat zit, dat lees je nu in onze app. Mooie avond. Fijne avond. Vanavond bij Jinek. Voetballer Quincy Promes krijgt 1,5 jaar cel voor de mishandeling van zijn neef. Maar gaat hij ooit hier de gevangenis in? Aan tafel advocaat Yehudi Moskowitz en Sjoerd Mossou. Julia van Baden schreef een goud eerlijk boek over haar eetstoornis. Samen met haar moeder Anita Witsier is het te gast. En Rico! Rico Verhoeven is op zoek naar nieuw kickbokstalent. Dit en meer vanavond bij Jinek rond de klok van 10 uur op RTL 4. Zij gaan kopen zonder kijken. Vanavond om 20:30. Bij RTL 4. Oh nee. Hartelijk welkom bij Ik weet er alles van. De quiz waar je met je hobby geld kunt verdienen. Ik ben Kumar en ik weet alles van tekenfilmseries. Welke uitdrukking voor naar de wc gaan zien wij hier? Bouten. Bouten. Je dagelijkse portie quiz en humor in Ik weet er alles van. Elke werkdag 8 uur. RTL 4. Goedenavond. Ja, vanochtend een wat bewolkte start van de dag. En her en der viel ook een klein beetje regen. Heel veel stelde het allemaal niet voor. Maar het is wel genoeg om voor gladheid te zorgen. Want wat je ziet, is dat er flink wat vuil op de grond is gevallen de afgelopen dagen. Je moet dan denken aan pollen en zand en stof. En als er dan een beetje regen overvalt, dan mengt zich dat tot een beetje slijmerige massa. En dat kan dus voor gladheid op de wegen gaan zorgen. Valt er nou heel veel neerslag, dan is alles weer weg. Wel iets om eventjes rekening mee te houden de komende 24 uur. Nou, voor de rest brak op steeds meer plaatsen de zon door. Steeds meer blauwere lucht. En uiteindelijk was alle bewolking weer helemaal verdwenen. Nou, waar ze ook flink wat blauwe lucht hadden, was in San Marino. Af en toe wat wolkenveldjes. Ietsje verderop in het Alpengebied. Daar iets grotere stapelwolken. Maar nog steeds flink wat ruimte voor de zon. En ook dus blauwe lucht. En het bleef er ook gewoon helemaal droog. En gaan we dan naar Frankrijk toe. Daar hadden ze gisteravond pittige regen en onweersbuien. Dat is ook nu weer het geval. En die buien, die komen onze kant op. We zien ze al op de satellietplaat. Ze liggen hier in midden Frankrijk en ook verder richting het zuidwesten. Alpengebied, daar wat van die stapelwolkjes. En voor de rest ook flink wat ruimte voor de zon. Nou, de storingen, die liggen een eindje bij ons vandaan. We zien hier een ten noordoosten. Maar in de aanvoerrichting boven Frankrijk ligt er dus ook een. En die komt onze kant op. Met daarachter warme en vochtige lucht. Het wordt morgen druk. Weer warm. En uiteindelijk gaan daar ook weer heel makkelijk regen- en onweersbuien in ontstaan. En daar krijgen we morgen ook nog mee te maken. Nou, vooralsnog in eerste instantie vannacht wat buien. Nou, de meeste buien, ook morgen, zien we vooral in die westelijke helft van Europa met regen, onweer, hagel, soms veel neerslag in korte tijd. Maar we zien ook een heel gebied waar het behoorlijk zonnig is. Rondom Italië bijvoorbeeld. Daar nauwelijks bewolking en droge condities. Gaan we dan naar de temperaturen kijken, dan zien we dat het in grote delen van Europa tropisch warm is. Met temperaturen boven de 30 graden. Zelfs 30 graden in het zuiden van Finland. Ook bij ons in de omgeving en delen van Nederland morgen een tropische dag. En voor de rest, ja, temperaturen die allemaal een beetje in het oranje of geel zijn. Gaan we dan naar een foto van de Nederland. Op dit moment nauwelijks bewolking, maar in de aanvoerrichting zien we dus dit gebied. Dat zijn regen- en onweersbuien. En die trekken vannacht over. Met name over het zuidoosten van Nederland. In de loop van de nacht en later vannacht trekt dat verder richting het noordoosten. Daarvoor uit droge condities. Het wordt een graad of 15 in het noorden. Maar vanuit het zuiden komt die warmere lucht naar ons toe. En dan zien we ook aan de temperaturen. Want de minimumtemperatuur in Zuid-Nederland is zo rond de 19 à 20 graden. Nou, morgen in de ochtend trekken die buien verder richting het noordoosten. Dan een grotendeels droge en ook geregeld zonnige dag. Temperatuur in het noorden van 5, 26 graden. En in het zuiden en zuidoosten wordt het tropisch warm met 30 tot 31 graden. Aan het einde van de middag komen dan de eerste regen- en onweersbuien Zeeland binnen. Kan flink wat neerslag in korte tijd vallen. Maar ook hagelstenen tot misschien wel 2 centimeter. En kans op windstoten. Nou, dat gebied dat trekt morgenavond over ons land. De dagen daarna in eerste instantie weer wat droger. Behalve op donderdag, dan trekt er weer zo'n gebied over met buien. En daarna komen we in iets wat rustiger vaarwater. Temperaturen rond de 25 graden. Met zo heel nu af en toe eens een keer een licht buitje. Fijne avond.